Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Ik ben Marilisa en ik ga weer laten zien wat we deze week allemaal aan boodschappen naar huis hebben gesleept. Ik heb weer voor een hele week boodschappen gedaan en wel bij de Jumbo. Ook dit keer weer bij de Pick-up Point, want het was me vorige week heel goed bevallen. En eigenlijk, ondanks dat het toen heel weinig was, wat ik kon laten zien eigenlijk, omdat ik zo budgetvriendelijk en zo op mijn voorraadkast had ingekocht, heb ik niks tekort gekomen. Had ik niet één keer zoiets van, oh, dat had ik ook moeten meebestellen, of oh, dat was te weinig, of oh. Dus het was voor mij wel een les van, ik kan dus met veel minder boodschappen ook toekomen. Dus ik heb het vandaag weer gedaan. Ook omdat het handig was met de voorjaarsvakantie, want het is het vandaag. Dus ik moest twee kindjes meeslepen en ik dacht, als ik dat door de winkel moet doen, dan kom ik graag met veel meer boodschappen thuis en ben ik er helemaal doorheen. Omdat ze me alles vragen wat ik eigenlijk niet zou kopen. Zoals altijd heb ik weer een onderverdeling gemaakt in avondeten, broodspullen en fruit en snacks en dat soort dingetjes. Je kan het ook altijd teruglezen in de omschrijving of op de link die ook in de omschrijving staat op mijn blog. Kan je zien welke recepten erbij horen bij welke maaltijden. Vind je deze video's een leuk gedaan, een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Zodat je op de hoogte blijft van de gepost video's. En dan gaan we beginnen met de boodschappen. Zoals je ziet is het avondeten gedeelte eigenlijk alweer vrij minimaal. Omdat ik nog best nog wel veel dingen op voorraad heb. En het voelt misschien een beetje spannend met deze coronavirus praktijk om je voorraad aan te gaan raken. Maar hè, tegelijkertijd denk ik, nu staat het er ook maar in, dan kan ik het weggooien. Dus we eten vanavond deze. De pangasiusfilet ga ik insmeren in bepaalde kruiden. Met spinazie, spesjeboontjes en aardappeljes. Daar had ik een lekker receptje van gevonden. Volgens mij hoort daar ook de slagroom bij. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar deze bij hoort. Of die hoort anders hierbij, want dat eten we ook een keertje. Gnocchi met gebakken pancetta en paddenstoelenmix. En volgens mij moet daar ook een stukje slagroom bij. We eten een keertje rookworst met spinazie en gekookte aardappeltjes. Dat wou Logan heel erg graag. Brooke die wou heel erg graag een keertje wraps eten. Dus eten wraps met gehakt. Ik heb nog mais, ik heb nog kidneybonen. Ik heb hier ook geraspte kaas, dat kan ook echt zo hierbij. Dus dat kunnen we ook eten. We eten een keertje natuurlijk friet met snacks. Dat hoef ik niet te kopen. Daar hebben we nog heel veel voorraad van. En mijn moeder kookt dat op vrijdag. Dus dat eten we nog vrijdag. En dan mis je nog één gerechtje. Oh ja. We eten ook nog een keertje macaroni. Ik heb vorige week dubbel gekookt. Macaroni. Dus dat staat in de vriezer. Dus dat kunnen we heel makkelijk opwarmen. Eten we waarschijnlijk op een maandag of op een woensdag. Want dan heeft Logan hockey. En dan is het altijd heel krap met eten. Dus dan eten we iets makkelijks. Dus dit is dan alles voor het avondeten. En dan hebben we nog... Again, crystal clear. Ik had echt nog twee flessen, maar je zal zien dat ik doorkrijg. En dan is het fijn als je dat op voorraad hebt. Uien, want die had ik voor wat gerechten nodig en die waren helemaal verpieterd. Een grote krop met ijsbergsla voor de wraps, voor mijn salades. Noem maar op. Komkommer, hetzelfde verhaal voor bij de wraps, voor bij mijn salades. Voor tussendoortjes. Nou, de gekaste kaas kan over de macaroni of over de gnocchi. Of, nee, hè? Kunnen we wel voor verzinnen. Ik heb een kipfilet voor op brood en boterhamworst weer meegenomen. Extra kaas, want zoals altijd gaat er kaas. Iedere week gaat er zo'n heel pak doorheen. Ik heb nu maar twee broden meegenomen, want kinderen eten ook best wel veel rijstwafels en ontbijtkoek nu. Dus ik had er ook nog twee in mijn vriezer liggen en dat is een beetje mijn target. Ik wilde vier voor hun in mijn vriezer hebben liggen, dus bij deze. Roomboter weer aangevuld, want het laatste pakje is opengemaakt. Snack Jacks. Waarom zag ik die eigenlijk? Ook was ik in de rijstwafels en toen zag ik deze. Dacht ik, oh, die zijn lang geleden en die vond ik altijd heel erg lekker als tussendoortje. Het zijn nog maar 61 calorieën. Dus die heb ik weer een keertje meegenomen. En dan hebben we mandarijnen en druiven. Er waren twee voor, ik weet niet. Als die van aanbieding op, dus ik heb witte en rode druiven meegenomen. Ik heb appels van die mini komkommertjes. Die wou Loren heel graag, die vindt die super lekker. Volgens mij... zijn ze niet heel veel anders dan de grote komkommers, maar hè, hij vond het lekker. En er was ook een aanbieding met de snacktomaatjes. Ik geloof 2 voor 5 of zo, of 7 voor 6, zoiets. En eieren, want ik heb nu nog maar 4 eieren, denk ik. Dus ik heb dus een grote tree gehaald. En dan zou je denken dat ik vorige week heel veel koekjes heb gekocht, maar ze zijn bijna allemaal op. Dus ik heb van de aanbiedingen weer gebruik gemaakt. Ik heb van de Lu-koekjes de Prins Mini Stars. Ik heb van de verkade heb ik gewoon een selectie gemaakt tussen de aardbeien, prinsessen, de smileys en de blije biscuitjes kunnen ze kiezen. En voor onszelf in de koekjes stonden de bastonje koeken, want we hebben weer wat visite gehad, dus die was gewoon bijna helemaal leeg. Beetje weer aanvullen en dan de chipszakjes, want die zijn ook weer helemaal op. En ja, dat bevalt me toch wel heel erg goed. Dat als ze dan vragen om een snackje, dat ik dan zoiets kan geven. Af en toe. En dat het niet gelijk een hele zak chips moest zijn. En het beperkt mezelf ook een beetje. Dus dat is wel heel goed. En dat was het alweer. Het viel echt ook deze week weer reuze mee. En dan zeg ik dat wel. Maar het was toch bij elkaar 95 of wat. Weet je dat?
Dus het was aanzienlijk duurder dan vorige week. Maar dat komt denk ik ook omdat ik een extra kratje heb. Dus er zit natuurlijk een 5 euro €3,50 statiegeld op. En omdat ik deze week wel een beetje wat meer melkproducten qua de koekjes in ieder geval en de chipjes en zo. Dus dat zal ook wel aantikken. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. Zoals was, geef dan deze video een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. Wil je alles op je gemakje teruglezen, zet ik de link onderin de omschrijving neer. En dan zie ik jullie in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei!